Ludo? Goedemorgen. Integendeel, het is één grote puinhoop. Ik heb getwijfeld of ik je gisteravond nog uit je bed zou bellen. Oh, nou, ik was alleen hoor. Voor het geval je er anders over denkt. Zoals ik steeds zeg, mijn verhouding tot Billy is puur berekenen. Je hebt die vrouw ons leven laten verwoesten. Alleen maar omdat ik om tactische redenen ook nog geïnvolveerd ben met die vrouw? Mag ik je erop wijzen dat onze ruzies alleen maar komen door jouw ongezonde verhouding met die therapeut van je? Rob werkt voor Billy. Al die keren dat ik mijn hart heb uitgestort bij jou over Ludo en die vrouw en ik... Zo is het begonnen. Ja, ik... en zo eindigt het ook. Nee, Janine, ik wil uitleggen. Alles heb ik je verteld, alles. Ik heb niks voor je achtergehouden en ondertussen had jij deed de hele tijd mijn werk, een dubbele het agenda. Het gaat toch beter met je? Ja. Ja, inderdaad, ja. Mijn angsten zijn over. En mijn relatie met Ludo ook. Ik heb alleen maar kritische vragen gesteld. Jij hebt mij gehersenspoeld. Met je hypnose. Hij heeft me dus stelselmatig onzeker gemaakt over onze relatie in opdracht van jouw vriendin. Uitmondend in een... liefdesverklaring gisteravond blijkbaar met als doel mij tussen de lakens te krijgen. Ga je nog wat zeggen? Ik heb jou geen woorden in de mond gelegd. Al jouw twijfels over hem zijn jouw eigen twijfels. En wat er tussen ons speelt kun je niet... Waag het niet. Waag het niet ooit nog contact met me op te nemen. Dus al die keren dat je met hem hebt zitten lunchen en dat ze je vertelde dat ze verliefd op je was, zat ze je gewoon te manipuleren. Ik wist dat ze niet te vertrouwen was, maar dit... Ik heb je toch gewaarschuwd? Ik heb je zo vaak gevraagd je niet met die vrouw in te laten. Deze hele klerenzooi hebben we aan jou te danken.